Nu kan ik dit doen ofzo. Op jou. Dit werkt best goed. Oh. Oh, ik hou van dit wapen. Oh, dat is een zeker goed wapen. Ik was nog even de vraag of we de jungle of tenminste aan kunnen. Ik denk het wel, dat moet wel, want we hebben armor op de optie beter dan Hallowed Armor. Dus ja, nee, de jungle lukt wel. Het is echt gewoon, die andere biomes zijn nog te hoog gegrepen voor ons. So, there we go. Oké, okay. Dus dan ben ik mijn... Oeh, een mod. Motten droppen trouwens ook volgens mij interessante nieuwe items nu. Dus laten we eens kijken. Ja, Gypsy Powder. Want Gypsy Powder is een nieuw material. Daar zou je iets mee kunnen doen. Oeh, Life Fruits. Heel vergeten. We hebben Life Fruits natuurlijk. Oh, ik wou eigenlijk Spelunker Potions meenemen. Oeh, dat had ik eigenlijk moeten doen. Hi. Oké, okay. Weg jullie. Oké, okay, van wat ik heb gehoord kunnen we echt voorlopig nog niet dit ore gaan minen. Dit ore in de jungle, dit spel, is super late game pas. Echt ongelooflijk late game. Post Moonlord kun je die pas harvest als goed is. Dus ja. In ieder geval, glorified. There we go. Dus ik ben gewoon even lekker mijn ding doen, jongens. En dan zie ik jullie wel terug als er iets boeiends gebeurt. Man, het is echt makkelijk. De underground jungle is echt simpel. Ik moet gewoon letterlijk gewoon dit ding openhouden. Gewoon slaan. En dan ja, krijg ik genoeg van die dingen. Trapper bulb. Is dat nieuw? Nee, die hadden we al. Maar ja, ik heb dus ook al een paar van deze bulbs gevonden. Dus er zit er hier één. En er zit er hierboven één. Dus ik zit te denken om dan een arena te gaan bouwen uiteindelijk. Maar ik zit te denken om dat hiervan te doen. Dit is groot genoeg om een arena van te bouwen. Dus dat is onder waar ik nu zit. Dus dat is wat ik zit te denken om gewoon dan... Omdat het dus de vorige bossen zeg maar een beetje helemaal mis gingen. Om gewoon lekker hier... ja, hoe heet het? Om gewoon de plantaire te gaan doen. En gewoon ook echt te verslaan. Dus dan wil ik dit gewoon helemaal wegminen. Opruimen, dingetje doen. Arena bouwen. En dan vechten. Dus ik denk dat dat een goede oplossing is. Dus wat ik dan nu ga doen is even teruggaan. Zorg dat ik ook spelunker dingen meeneem. Oh, Jesus. Dat ik spelunker potions meeneem. Zodat ik onder de grond kan kijken en zo. En dat ik dan... hoe heet het? Dus, genoeg glorified vind. Laten we trouwens kijken wat we met lifeboots kunnen doen. Want lifeboots, daar kunnen we dus ook wat leuke dingetjes mee. Dus ik, voordat ik ze inneem. Dus we hebben er al 4 gevonden. Dat is best nice. Ja, we hebben er dus 5 nodig voor dit ding. Dus. En dat hebben we dus praktisch bijna. En we hebben deze dingen. Dit zijn trouwens ook super zieke items. Maar ja, het gaat dus eerst hier. Eerst de Blood Orange hier. Qua hoeveelheid de Life Fruits. Dan de Miracle Fruits. Dan de Elderberry. En uiteindelijk de Dragon Fruits. Dus we gaan naar... hoe heet het? One Piece. Maar ja, anyway. Het zorgt ervoor dat je levens permanent met 5 naar boven gaan. Dus dat is super, super sick. En wacht eens. Deze kunnen we bijna doen. We hebben de Souls. We hebben de Essence. We kunnen bijna de Blood Orange doen. We missen 1 life fruit. Oké, okay, daar wil ik dan voor gaan. Dat we meer, 50 meer max levens hebben. Dat is sowieso waar we voor gaan nu. Holy crap. Even alle buffs doen. Dan ruim ik dus mijn inventory op. Oh ja, kijk wat we kunnen met de Gypsy Powder. En dan, ja, ik zie jullie in ieder geval zo meteen terug als ik dit even snel... Nee, jou. Even snel kijken. Daar. Oké, okay, de Living Dew. Oh ja, de Living Dew, dat is waar. Dat is iets wat we redelijk binnenkort kunnen maken dan. Oké, okay, sure. Maar wat ik zeg, dan zie ik jullie zo weer terug weer in de corruption, of in de corruption, in de jungle. Met potions, dingetjes, voorbereidingen voor de arena. En dan kijken we of we dat wel kunnen doen, dit keer. Hey, we hebben onze eerste turtle shell, super nice. Oké okay, jongens, dus ik heb 60 sticky dynamites mee om de arena op te blazen. Zodat we er niet zo heel veel hoeven te minen zelf. Dus dat is nice. Voor de rest heb ik hard lanterns mee, wat fireplaces, wat platforms. Beetje de basic stuff. Ook al heb ik platters niet echt meer nodig, merk ik dan. Dat passen voor jullie. Oeh, Giant Tortoise Shell. 12 defense. 10% reduced movement speed. Enemies take damage when they hit you. Dat is mooi als we extra defense hebben. Misschien is dat een betere dan de Worm Scarf. Wacht wat. 12 defense. Ik denk ik geef me 4 defense, dus ik krijg 8 meer defense. Ja, dat klopt. Dat is movement speed. We houden het voorlopig eventjes af. Maar het is in ieder geval wel interessant. Oké. Okay, ja, ik wil dus ook dingen gaan halen. Hoe heet het? Strange plants en van die hard crystals. Ik wil zoveel mogelijk ook andere dingen hier om me heen gaan halen. Dus ja. Dan ben ik nu weer even skippen tot ik fatsoenlijk plek ben.
ik op een fatsoenlijke plek ben bij de arena. En dat ik daar, hoe heet het, kan beginnen met opblazen. Dat is misschien wel leuk dat jullie erbij zijn. En ik neem af en toe nog wat leuke kisten mee. Nou, ik word weer warm verwelkomd hier, merk ik al meteen. Jezus. Oké, okay, in ieder geval, dit is de plek. Ik zal even denken om het erboven te doen, maar dan zit ik direct bij een van die orbs. Dus dat gaan we even niet doen. Oh, hallo, Spider. Oké, okay, laten we even kijken. Dus, oh, there we go. Nu hebben we de vijfde life fruit. Dus dan kunnen we nu dat ene 50 upgrade dingen doen. Oh, wacht. Stond er niet bij dat je dat pas kan doen als je... Dat, zoiets kan ik herinneren. Dat je dat pas kan doen als je max life fruits hebt. Dat lijkt me wel een optie. Een optie, een mogelijkheid. Oké, okay, Glorify. Oh, ik heb Glorify nooit meegenomen. Really? Oké, okay, nou, dan is het goed dat ik terug ben gekomen. Oké. Okay. Anyway, na een klein beetje dit hier weg te halen, dan gaan we een keer wat opblazen, jongens. Nou, even kijken wat we, hoe we het precies gaan opblazen en hoe groot we als arena willen hebben. Want het wordt een arena voor Planterra en ook uiteindelijk voor een latere fight. Dat ook in de jungle wordt plaats. Wat ook wordt plaatsgevonden in de jungle. Dus, en dat is de Plaguebringer Goliath. En dat is ook een van mijn all-time favoriete... Wauw. Dat is een van mijn altijd favoriete bossen, zou ik zeggen. Maar dan gebeurt er dit weer. Ik zie jullie zo. Oké, jongens, ik ben even snel terug nog. En blijkbaar klopt het inderdaad. Can only be used if the max amount of life fruits has been consumed. Oftewel, we kunnen gewoon net zo goed nu de life fruits innemen. Want we moeten toch eerst op volledig zitten. Dus there we go. 475 levens. We komen er wel. Oké, jongens, dus ik denk dat ik dit ga opblazen zo. Weet je wat, misschien iets lager. Ik denk dat dit makkelijker is om op te blazen. Dus zeg maar waar dit water zit. Dus daar gaan we even naartoe. En dan gaan we het opblazen. Dus dat ben even alles weghalen hier. Voordat we daar gaan doen. Want we gaan waarschijnlijk toch weer dood voordat we eenmaal wat kunnen doen. Jesus Christ. Het is nog echt ook. Jesus, stop it. Stop it. I don't want to die. No, thank you. Oké, okay, dus we gaan het hieronder doen. Wacht, wat ligt daar? Oké, okay, niks nieuws. Kom dan, hè. Jij kan door de muur heen. Ik ook nu. Met dit wapen. Ik ben echt blij mee ben dat een wapen wel door muren kan kunnen. Kijk hoe ver het gaat. Het gaat net niet tot jou, zie ik. Oké, okay, nou, eventjes wachten. Come on. There we go. Geheeld. Oké, okay, dan gaan we nu dingen opblazen, jongens. Dus we beginnen met dit. Plop, plop. Smijt het maar gewoon overal heen. Boom, boom. Baha. Loop me allemaal weg. Oké, okay, satisfying. Plak me lekker. Oké, okay, ik moet oppassen dat ik niet mezelf per ongeluk opblaas. Dat zie ik ook wel weer gebeuren. Oh god. Nope, nope. En there we go. Was het door mezelf? Nee, het was door een stinger. Maar van mij deed ik mezelf wel veel damage. Fuck. Oké. Okay. Nou, anyway. Ik ga me gewoon een keer hier concentreren, jongens. Dan zie ik jullie terug als ik een groot gat heb geblazen. Niet te groot merk ik nu, want dan gaat de back wall weg. En dan is het weer geen jungle. En dan krijgen we daar een probleem mee. Dus, ja. Anyway, ik zie jullie zo. Als het echt een keer eindelijk gelukt is. En ik wat minder durf. Oké, okay, jongens, ik ben even terug. En het werkt niet echt. Want ik kan gewoon niet om een gemakje werken. Zonder dat er echt superveel troep bij mij in de buurt vliegt. Dus wat ik denk wat ik ga doen. Is iets wat ik eigenlijk al lang had kunnen doen. En dat is een optic staff maken. Dus dat is dit ding. Dus dat is een ja, summoning item. Wat misschien net iets minder sterk is dan dit. Maar ze doen het gewoon zoveel beter. Zeg maar, ze vallen veel beter aan. Want deze dingen die vliegen zo snel van de map af. En dan zie je ze niet meer. Dus dat is jammer. Maar ja, aangezien we toch de spel ervoor hebben, denk ik van, ja, ik wil het even doen. We hebben 4 black lenses ondertussen gekregen, dus dat is super nice. Oké, okay. We gaan dit even enchanten. En ik heb een apart nieuw wapen gekregen. Ik heb een needler gekregen, dus wil ik even naar kijken zo. Oké, okay, mystic, mythical heet die volgens mij, dus dat is meer dan 6 gold waard. 1, 2, 1, 6. Kijk, ik wil wel gewoon doorgaan tot een van de beste. 7, nou, godly. Fijn, we houden het op Godly. Okay, jij kan weg. Mijn inventory loopt zo snel vol met allemaal random troep. Oké, okay, we gaan eens kijken wat de needler precies is. Dus, oké, okay, je hebt er dus iets voor nodig. Je hebt er dus waarschijnlijk, ja, needles of zo voor nodig. Of gewoon kogels, I don't know. Ik zal eens even kijken zo. Is er iets wat weg kan? Net één hele metroar. Ja, kom hier. Oké, okay. Bullets, bullets, bullets. Waar ben je? Gunnetje, gunman, daar zo. Hé, hey, ik dacht dat ik een gun in had gestoken in zijn dingetje. Oké. Okay. Oh, bullets. Kijken of die het doet. Ja, oké. Okay. Oh, wauw.
Wow. Ja. Cool effect geeft het. Oké, okay, best wel vet, maar ik denk niet dat ik er veel mag doen. En het is een dingetje waar ik kan upgraden. Dus, nice. Oké. Okay. Maar nu heb ik dus dit ding. Dus hopelijk gaat het nu wel beter. Want als je even snel gaat kijken. Ik heb dus al een klein beetje progress gemaakt hier. Ja, wat ik denk wat ik gewoon ga doen is. Ik ga dit afsluiten. En dan wordt dit gewoon de arena. En ik hoop dat dat genoeg is. En ik wil in het midden wil ik een soort van eilandje maken. Dus hier zal ik nog wat aanvullen. Zodat ik daar omheen kan cirkelen heel de hele tijd. Zodat ik een paar aanvallen van Plantera zeg maar tegen dat ding aan kom. En niet tegen mij. Dat is een beetje mijn idee. Dus daar was ik mee bezig. Maar nee, ik ben ondertussen echt al 2 of 3 keer dood gegaan. Dus het is... Het gaat niet lekker. Ik dacht dat we goed bezig waren. Maar blijkbaar valt er nog wel wat te verbeteren. Oké, jongens. In ieder geval ben ik wel... Een gold verder, maar dat was even irritant. En wat ik gewoon ga doen is, ik ga gewoon letterlijk dingen ophangen. Hoe heet het? Banners. Dus ik moet even kijken of ik toevallig een banner heb getopt van Hornets. Wacht, banner. Nou, heb ik al wat nieuwe banners gekregen van die dingen die ik kan ophangen? Harpy banner. Die ik hier toevallig in had gezet de vorige keer dat ik hier was. Volgens mij niet, hè? Nee. Oké. Okay. Anyway, ja, dit heb ik dus weer binnen. Dus ik ben best een eindje. En ik wil even kijken wat ik hiermee kan doen. En wat nou eigenlijk, ja, die Giant Tortoise Shell. Waar we daar nou verder mee kunnen doen. There you go. Maar ja, we zijn bijna klaar. Ik had per ongeluk had ik al mijn spullen gestackt. Dus ik had sowieso terug moeten. Maar crafting. Kom hier. Oké, Trapper Bulb. Wat kunnen we daarmee doen? Oh, oké. Daar had je dus ook nog nodig. 2 Trapper Bulbs. Oké. En voor de Giant Tortoise. Oké, voor de Absorber. En de Absorber is iets waar ik uiteindelijk naartoe wil gaan. Want dit ding is denk ik... Dit ding kan je nog een keer upgraden volgens mij. Ja, dit is nog steeds material. Dus wat je hier allemaal ziet... Moet je maar eens even snel overlezen. Ik ga er denk ik niet over met jullie, omdat het iets te veel is. Maar ja, als ik dat doe met alle dingen... Met alles zeg maar wat ik heb... En dan nog een keer upgraden naar de sponge heet het volgens mij. Dan zijn we set. Want de sponge is zo'n ziek ding. Dat het zoveel verschillende dingen... Wacht, ik kan het misschien wel even opzoeken hier. Sponge. Dat is dit ding. De sponge. Ja, jongens. Dus dan maak je met dat ding, de absorber. Van dit ding, wat het ook is. En dan met, ja, late game materials. Maar hier. Dit is dus, ja, kleine tooltip van wat dat dus doet. Oké, geweldig. En volgens mij is dat... Ik weet niet of dat een upgrade is van dit ding helemaal op het einde. Dat je dit ding erin moet verwerken, maar het zal. Anyway. Ja, dan ben ik dus nu eventjes mijn spullen terugpakken. Dus mijn platforms en zo. En dan zie ik jullie hopelijk voor de laatste keer bij de jungle. En dan gaan we dus Plantera doen. Want er zat trouwens een bulb. Ik weet niet of jullie het zagen, maar er zat een bulb super dichtbij. Dus daar ben ik echt wel, blij mee. Dus ja, dan zie ik jullie zo, jongens. Oh boy, jongens. Nou, ik ben nu dus weer lekker bezig. Tussen alle drukte. En we zijn nu echt eindelijk een keer close aan het worden. En we hebben weer een giant tortoise shell. En mijn story zit weer al een keer bijna vol. Omdat er zoveel troep is constant. Echt, het is ongelooflijk hoeveel ik hier krijg. Terwijl ik hier gewoon normaal sta. Maar goed, dit is de arena. Dus even snel kijken. Dit is hoe die nu uitziet. En ik heb dus wel wat dingen opgehangen. Wat andere spulletjes. Ik was nu nog eens bezig met... hoe heet het? Met de platforms. En ik doe het een beetje onregelmatig. Want ja, ik heb geen zin om super veel moeite te doen. Want af en toe moet ik eventjes wegspringen. Want dan zitten er weer een lading dingen. En ja, ik heb bijna weer 50 hornets gekilled. En dan kan ik er bijna van ophangen. En dan ben ik hopelijk daar vanaf. Oh jezus, en dan gingen we bijna. Zo irritant dit. Oké, maar hey. We moeten ermee leren leven. En als we eenmaal dit af hebben en het is helemaal klaar. Dan zijn we er ook vanaf en dan spant er minder. En ja, dan zijn we van dag en donder een beetje af. Maar voor nu is het letterlijk gewoon suffer. Dus gewoon de door op deze manier. Oké, nou die creepers hebben er ook bijna 50 van, zo merkte ik. Geef me banners, dat is nu letterlijk waar ik nu voor ga. Dus gimme banners. There we go. Dus ja, we zijn in ieder geval bijna klaar. En ja, even kijken, waar had ik. Kan ik nog wat dingen? Oh, die had ik al geplaatst. Ja, mijn dingen staan daar zo, hier allemaal. Hier kun je alle 4 de dingen zien die ik heb geplaatst. Dus dit is op zich wel goed. Oké, creeper. Nog iets van 6 hornets zag ik. Oh, 4 hornets, sorry. 4 hornets, nog een paar. Ik moet ook niet zo heel veel meer voordat ik dingen kan doen. Oh wacht, hier. Succes jongens, grijp ze maar. Daar hoef ik er niet mee te dealen. Kijk, hier is hem. Kijk hoe mooi dit is. Ik hoef niet eens iets kapot te maken, denk ik, om dat ding te kunnen breken.
Dus ja, ik wil echt gewoon, ik moet gewoon een Hornet banner hebben. Dan komt het gewoon op neer. There we go. Oké, ik doe het gedropt. Ja, het is wel gewoon een klassieke Hornet banner, merkte ik. Dus je hoeft geen bijzondere te hebben hiervoor. Dus ja, daar had ik al lang genoeg voor. Maar ja, als ik dat had geweten, dan had ik het al lang meegenomen. Oké, fuck it. There we go, Hornet banner. Ophangen, dan zijn we er vanaf. Oké, nu zal het een stuk makkelijker gaan. Als er nu Hornets hier komen, die zijn zo kapot. Dus ja, beter. Kijk, hallo Hornets. Weg ermee. Oké, die doen nu... Voor degenen die niet weten, in expert mode doen banners echt super veel werk. Banners die zorgen voor... ze doen 50% minder damage op je en jij doet 100% meer damage op ze. Ja, maar dat is hoe het werkt. Dus het is echt gewoon alsof ze maar een kwart zijn van wat ze ooit waren, zeg maar, als je hem te banner hebt. Dus damage doet veel meer. Maar kijk, 604 crit op een Hornet. Yep. Dat werkt wel. Ja, en als ik dan met alles kan doen, wordt het steeds makkelijker en makkelijker. Dus het is gewoon heel logisch van, hou banners op bij jouw gebied. Dan maakt het zoveel makkelijker en beter. Dus oké. Ja, ik denk dat we nu zo ongeveer er wel klaar voor zijn dan. Ik bedoel, we hebben alles opgehangen. We hebben dus nu de goede banners. Dus daar hebben we ook geen last meer van. We kunnen het gewoon hier doen. Zit hier vlakbij. Ja, ik zou zeggen, we gaan het proberen. En mocht het niet lukken, en die kans is redelijk aanwezig, dan weet ik het ook niet. Want dan ga ik dus even goed nadenken, goed postjes maken, zorgen dat ik echt misschien wat meer wapens op moet zoeken. Waarom is dat zo'n motion? I don't know, maar goed. We zijn in ieder geval nu max levens, bijna. Dus dat is mooi. Jezus, span die heel veel van deze jongens. Angry trappers hebben we nog maar op 20 of zo. Dus ja. Dat is er voorlopig nog niet. Ga weg jij. Dus ja. Oké, nou, dan gaan we gewoon beginnen. Dus ik neem mijn buffs in. Ik had volgende ding ook mee. En dan. There we go, Plantera. Oké, nou laten we maar eens kijken of het een beetje werkt. Oké, ik heb geen idee wat het beste wapen er tegen is. Wacht, ik ga proberen dit ding te doen. Want dit heeft dus een kans dat het de defense naar beneden brengt van de bosses waar je tegen vecht. Dus oké, ik heb nu een landing gedaan. Oh, het hield nu. Het hielde. Ik krijg de healing buffs ervan. Okay, nou, in ieder geval. Sorry. Nu kan ik dit doen ofzo. Of jou. Dit werkt best goed. Oh. Oh, ik hou van dit wapen. Oh, dat is een zeker goed wapen. Oké. Oké. Plantera gaat bijna in zijn tweede stage. Maar kijk hoe goed dit is. Holy shit. Hoe goed werkt dit wapen? Oh my god. Vooral tegen al die kleine dingetjes hier. Oké, oppassen. Come on. Done. Plantera is done. Oh mijn god, Plantera is easy met dit wapen. What the crap. Ja, what the crap. Oh, en we krijgen nieuwe dingen binnen. Screams are echoing from the dungeon. The ocean depths are trembling. Oké, dus twee nieuwe dingen. Dus ja, we hebben dus de dungeon hebben we nu geunlocked. Waar we dus nu dingen uit kunnen halen. Dus dan kunnen we van dat plasm stuff halen. En als we eenmaal ectoplasm hebben, kunnen we dus de cores gaan beginnen te maken, eindelijk. Want zoveel recipes, dat had je een core voor nodig. Dat was echt ongelooflijk. Dus een core of Elune, of een core of whatever. Dus ja, man, dit is een insane goed wapen. Ik ben blij dat we dit hebben gemaakt, de brimstone stuff. Dus ik denk dat ik hem nog een keer ga doen, maar eerst... Nee, weet je wat, we gaan hem gewoon nog een keer doen. Wacht, waar is de... Ik heb de bag niet eens opgepakt. Oh hey, daar hebben we wat living shards. Oké, okay, nice. Daar zal ik dus ook niet mee. Oké, spul om te dumpen. There we go. Living shards. Oké, daar is de treasure bag. Dus de living shards is dus heel belangrijk, want daarvoor kunnen we dus enorm veel dingen doen. Dus de living shard is echt gewoon een item waar ik zo vaak heb terug zien komen. Dus ja, daar hebben we nog wel van nodig. En ik heb... Hallo! Armor digger. 6000 levens. Goeiedag. Ik dacht het is een mimic of zo, wat ik hoorde. Klopt die iets? Nee. Dat is iets nieuws. Dat is zeker iets nieuws. Ja, als het goed is, nu ik de dingen heb verslagen, kunnen we dus nieuwe monsters spannen. Dat was dus één van, maar volgens mij kunnen er ook nu die plague dingen kunnen ook spannen. Ik weet niet hoe dat gaat werken. Die, ja, je hebt dus de Plaguebringer Colive, dat is dus de boss. En daar kan je kleinere versies van kan je er vinden. En zelfs een mini-boss genaamd gewoon de Plaguebringer.
Dus ik hoop niet dat ik die nu al tegenkom, want ik denk dat dat best nog wel eens een pittig bosje kan zijn voor ons. Als we die opeens random tegenkomen. Dus ja, we gaan nog een keer de Plantera doen dan. Hierboven zit zo'n bulb, dus here we go. En kapot. Oké, dus waar zit hij? Komt hij daar? Dus laat hem eerst maar even komen naar me. Dan heb ik nog genoeg dingen aan. Ja, meer dan genoeg. Oké, dus we gaan weer hetzelfde wapen gebruiken, want dat werkt insanely goed. Kom jou weg. Kom hier, Plantera. Oké. Ja, het werkt redelijk. Oh, wacht, eerst natuurlijk dit. Helemaal vergeten. Eerst zijn dingen naar beneden halen. Met dit, dat reduce zijn defense enorm. Oké, dat zal wel genoeg zijn. En nu moet ik dit doen. Ja, het werkt duidelijk enorm. Dat ding, het werkt echt goed. I love it. Oké. Een beetje oppassen. Ja, het schiet ook gewoon door dingen heen. Dat vind ik echt best wel sick. Oké, daar hebben we de serieuze Plantera. Oppassen voor al die dingen dat hij heeft. Oh nee, springen. Ik moet nog 26 seconden wachten met healen. Dus dat zit ik een beetje mee in de knoei. Maar het lukt wel. Gewoon blijven avoiden. Het is echt één enorme mengel van echt allemaal shit waarbij ik aan denk van... Blijf er weg. Oké, there we go. Kom hier. Met die treasure bag en al die troep. En de living shards weer. 22 living shards. Super nice. Oké, en als het goed is kun je ook een living shard gebruiken met wat andere dingen om gewoon een bulb te maken nu in Calamity. Dus dan hoeven we niet constant aan het zoeken naar meer bulbs. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus oké, laten we maar terug gaan. We did it. Plantera down. Oké, nice. Nou, niet de boss die ik verwachtte te doen vandaag, maar... ik kan niet complainen. Dus, zo. En dan, ja, gaan wij een keer alles weggooien, behalve deze dingen die ik heb. Heb ik iets anders nieuws wat ik wil houden? De Kini Let is geen crafting recipe. Nope, de rest kan gewoon lekker weg. There we go. Okidoki, nou laten we maar eens kijken dan. Dus wat zit er allemaal uit de Plantera bag? Oké, dat is 1. En dat is 2. Dus wat hebben we gekregen? Grenade launcher met raketten. De Plantera mask. De temple key. Zodat we door kunnen gaan naar de golem. Dat is dus voor de volgende sessie. De unpleasant pygmy staff. Dat is denk ik wel een upgrade van jou, right? Ja. Ja, zeker. Forceful leaf blower. Oh yeah, nice. En de nimble pygmy staff. Oké, welke is goedkoper? De nimble. Dan kan ik die beter reforgen. Dus super nice. Maar gaan we even kijken wat we kunnen maken met living shards. Misschien maken we dan alvast een paar dingen. Dus... godly is volgens mij het beste wat je kan hebben voor summoning items. Of het is mythical. Nee, mythical is wel het beste nog. Oké, waar ben je? Twins weg. There we go. We hebben nu onze twee mannetjes hier. Dus dat is heel nice. Oké, leaf blower, geen dingen, die kan ik verkopen. Die kan weg. Grenade launch is een material. Oké. Dus laat ik maar eventjes wat dingen gaan doen. Even kijken of verkopen dan. Nee, jou niet. Jou wil ik verkopen, want de Leaf Blower ga ik toch nooit gebruiken, I guess. Niet Reforge, verkoop. Shop. En there we go. De rest kunnen we houden. Deze kan weg. En okidoki. Dus, ja. Anyway, wat kunnen we dus doen met jou? Wat kunnen we doen met jou? Dat zijn de twee dingen die ik wil weten. Dus, ik ben echt benieuwd. There we go. Crafting. We beginnen met de grenade launcher. There we go. We maken ermee Scorpio. Oeh, de get over here dingen. Raketten. Right click changes mode. Dus er zijn ook een bepaald aantal wapens in Calamity. Die als je linkermuis kunt doen met wapen, doet het iets anders dan als je rechtermuis kunt doen met dat wapen. Dus dat is ook super nice. Daarvoor hebben we een Snowman Cannon nodig. De grenade launcher. De rocket launcher. En vortex fragments. Dus dat is iets voor vlak voor Moonlord weer. Maar nu de living shards. Oké, hier gaan we. Dus wat kunnen we allemaal maken? We kunnen life fruit hiermee maken. Een hele lading. Dus gewoon met alleen wat stoels nodig. En die hebben we een lading. De Star Core. Oké, dus nu kunnen we dit ding maken. Dus, maar laten we het nog niet gaan doen. Dus, ja, dat is niet zo verstandig. Bar of Life. Oeh, wacht maar. Hoe? Bar of Life kan ik alleen nog niet doen. Dus Bar of Life heb ik Chaos nodig. En voor Chaos heb ik voor mij de Pixar nodig. En de Pixar, daarvoor moeten we gewoon doen. Dus dat is iets voor volgende sessie, I guess. Ja, Miracle Fruit, Brim Lash. De Cosmic Bolter. Oh ja, hier ben ik hyped voor. Oh mijn god, deze gaan we een keer maken zo, jongens. Dit is eentje die we sowieso gaan maken. Atlantis. Oh ja, dat zijn al die dingen die we kunnen krijgen als we naar de ocean gaan. Want daar zit dus nu de Leviathan Boss. Dus die kan ik allemaal nu niet maken.
Terra arrows. Ooh, it travels incredibly quickly and explodes into more arrows when it hits a certain velocity. Oh, sick. Terra bullets. De Terra Flame Burster. Oeh, en daar hebben we deze dingen voor nodig. Plague canisters. Die we binnenkort kunnen gaan halen. De Terra, ja. Oké, dat is het eerste wat ik ga doen. No question. Ik wil niet eens kijken wat er verder nog is. Dit is gewoon waar ik al zo lang naar uitkijk. There we go. Terra Ray. Done. We hebben eindelijk dit wapen geüpgraded naar een Terra Ray. Dit wapen is nu denk ik zo overpowered. Dit is echt gewoon mijn nummer 1 wapen nu weer. Dus, oh my god, sorry. Daar moest ik echt gewoon instant naar doen. Living Shards, en dan haal ik ze weer terug. Dat is een must craft, ik bedoel, kom op nou. Dat was, ja. Oké, okay, verder. Nu hebben we nog meer, even zo kijken. Ja, de Terra Ray. Dan hadden we dus de True Arc of the Ancients. Maar daarvoor hebben we Corv Calamity nodig, kunnen we nu nog niet doen. De True Biome Blade. Oh ja, ik wil een Biome Blade maken. Maar ik heb nog steeds geen Granite Biome gevonden. Ik snap het niet. Ik snap niet waarom ik ze maar niet kan vinden. Dus ik zit serieus te denken om met een map viewer of zo te gaan kijken. Of zoek naar zo'n biome. Want ik wil het echt gewoon vinden. Ik ben letterlijk gewoon op andere punten de grond in gegaan om te zoeken. Ik heb niet veel gezocht, maar in ieder geval, ik denk dat ik nog een keer een goede hoeveelheid ga zoeken. En als ik hem echt niet vind, dan ga ik gewoon een programma gebruiken. Want ik wil echt een Granite Biome hebben. Dus het is heel stom waarom ik die niet meer kan vinden. Maar hey, het zal wel. Dus oké, ik wil hier dus een paar van houden. Om Plantera opnieuw te kunnen doen. Dus crafting. Even kijken wat er voor zat. Je hebt er 1 nodig om hem opnieuw te doen. Dus iets van als we er 3 houden is toch goed denk ik. Want we kunnen Plantera goed aan. Dus dat is geen probleem. En dan maak ik even kijken. Oh ja, de bow wil ik gaan doen. Dus we maken de Cosmic Bolter. Dus dan maak je met de Lunarian Bow. Die hebben we. Dus oké, dat gaan we doen. En de rest, weet je wat, de rest hou ik nog gewoon. Ik denk dat ik dan 5 voor Plantera, 5 voor die Cosmic Bolter, die ik dus wil gaan maken. En deze 5, daar maken we wat van die Life Fruits van. Dus kijk, we gooien dit erin. Oh, Jesus. Oké, ook goed. Dus we gaan naar de Nee, dat moet ik hier doen. There we go. Cosmic Bolter, there we go. De Cosmic Bolter kunnen we nu maken. Daar heb ik me net genoeg stoels voor. Intimidating Cosmic Bolter. Oh mijn god, ik ben benieuwd naar dit ding. Dit ding ziet er zo sick uit. Wait, what? Is dat alles wat hij doet? Huh? Oh, wacht. Dit is zwakker dan de vorige versie ervan. Wat is er zo bijzonder aan dit dan? Oké, dus dan de Lunarian Bow. Oh, die doet maar 21 en deze doet gewoon bijna 3 keer zoveel. Is dat gewoon alles? I'll take it. En wat als ik dit doe? Oké, weet je wat? We gaan het gewoon even testen. Op deze dingen. Kijk of het pierst. Misschien pierst het. Het pierst niet eens. Maar ik denk gewoon dat dit gewoon een chille boos is als je met je goed nekkie mee... En dit is zo vaag. Oh, dat is er gewoon zo goed mee. Je kan gewoon op de grond schieten. Oh... What the fuck? Dat is zo vaag. Ja, ik wist dat hij iets raars deed, maar ik wist niet dat het dit was. Dus je schiet op de grond en dan gaat hij gewoon verder over de grond. Dus dit is perfect voor vlakke gebieden. Dus gewoon hier moet ik het doen. Nou, hier kan ik het dus enorm mooi doen. Dus dit is echt gewoon... Wow, oké. I like it. Oké, het ziet er super sick uit en ik dacht dat het niet zo heel goed was. Maar blijkbaar heeft het toch wat interessants. Dus oké. We hebben dus de Cosmic Bolter. Nice. Maar ik denk niet dat ik hem ga gebruiken, want ik denk dat ik hem gewoon gebruik om te upgraden straks. Maar in ieder geval super nice. We hebben dus de Cosmic Bolter. I like. Ja, deze kan ook weg ondertussen. En het laatste wat ik nog wil doen is wat Life Fruit maken. Dus dat is hier zo. Life. Goed, zo spellen. En dan maken we er dan 5 van. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dus we hebben nu 505 levens, jongens. Dus we zitten boven... De max cap in normaal Terraria. Min de potions natuurlijk. Want je kan het op 600 tellen als het goed is. Dus ja. Al met al deze sessie jongens ben ik tevreden. Er zaten dus heel wat kinkies in het begin. Dus de hele sessie die gefaald was helaas. En de bosses die niet waren gelukt. Maar dat komt omdat we te hoog hebben gegrepen. Dus wat ik nu wil gaan doen. Is ik ben van plan om een beetje voor te bereiden. Dus ik ben van plan weer wat te gaan grinden. Wat een mechanical boss te gaan grinden om specifiek te zijn.
Dan ga ik dus op zoek naar hopelijk een granite biome. Hopelijk vind ik die. Daar hoop ik echt op. Verder ga ik... ja, waarschijnlijk laat ik de hallowed verder verspreiden. Dat het echt letterlijk tot daar komt. Dat is een andere dat ik wil gaan doen. En voor de rest nog wat minor spulletjes. Niet echt super major. Wat dingen voorbereiden ook weer. Ja, dan gaan we kijken wat we dus de volgende keer gaan doen. Dus ik ben enorm aan het twijfelen. We kunnen dus de dungeon ingaan om op zoek te gaan naar van die plasma dingen. Dus de, hoe heet het? Ja, die ectoplasm dingen. Dat wil ik sowieso gaan doen, want die hebben we echt veel van nodig. Dus dat wordt eigenlijk sowieso wel iets wat we gaan doen. Misschien zelfs met een Zerk Potion al, maar ik denk niet dat we dat aan kunnen nu nog. Dus ik denk dat ik dat sowieso met jullie wil gaan doen daar naartoe. Gewoon een lekker beetje grinden. Onscreen. Dan gaan wij naar de jungle om de dingen te doen. Hoe heet het? De golem. Want ik wil de golem doen voor de pixel. Want met de pixel kunnen wij dus dat chaotic spul gaan maken hier. En dan kunnen we dus een best wel stuk verder. Dus, en ik ga waarschijnlijk ook nog onderzoek doen of ik misschien al met dat ectoplasm... welke materialen ik kan gaan maken. Dus als ik ectoplasms heb, wat ik dan precies allemaal kan maken. Wat nieuwe materialen die ik tot nu toe niet kon maken. Dus dingen waar ik cores voor nodig had of... ja, allemaal van dat soort dingetjes. Dus dan kom ik hier weer met een paar mooie borden met wat leuke informatie langs waarschijnlijk. En we hadden trouwens een nieuwe NPC. Daar ik waarschijnlijk ook dan even wat een mooi kamertje voor gaan maken. Dat soort dingetjes zal ik nog wel doen. Proximity lunch allemaal. Yep. Heel nice. Maar al met al jongens, we hebben in ieder geval plantair verslagen. Super nice. En de eerste volgende boss die ik dus wel ga doen nu is echt Golem. En daarna dus Calamitous. Dus dat wordt wat waarschijnlijk de volgende sessie gaat gebeuren. Maar we moeten allemaal nog zien. Nog een kleine toegift dan jongens. Een klein extra dingetje. Blijkbaar kan je gewoon de portable bulbs kopen bij de Witch Doctor voor 20 gold. Dus dat betekent dat ik voor de eerste van de episodes waarschijnlijk ook wat planteras ga farmen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten van deze episode. Vergeet natuurlijk nog een like achter te laten. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende episode. Dus bye bye. En tot. Time.